Zakenman en directeur-eigenaar van Rudisa Holding Maatschappij, Dilip Sarjo, is vandaag gecremeerd te weg naar zee. Sarjo overleed afgelopen zondag na een langdurig ziekbed in Nederland, waar hij voor behandeling was. De uitvaartplechtigheid ten huize van de overledene was heel druk bezocht. Verschillende personen hebben hun ervaringen over Sarjo gedeeld. Ook dochter Warsha Todilal Sarjo deelde haar ervaringen met de aanwezigen. Het doet me goed om iedereen zo bij elkaar te zien. Het is een ware eer dat jullie zo mijn vaders leven komen herdenken met ons. Namens het gezin dank ik u allen. Er is al veel over zijn ongekende carrière en zijn liefde filantropische daden gepraat. Maar ik zal u nu vertellen over de man die niet iedereen te zien kreeg. Het verhaal van een liefdevolle echtgenoot, vader, broer, schoonbroer, schoonvader, grootvader en onze guru, Dipo. 37 jaar geleden, op zijn 37ste levensjaar, ben ik geboren. Ik had de eer en genoegen om de helft van zijn wonderbaarlijke leven te mogen meemaken. Ik ben in zijn veilige schaduw opgegroeid als kind en had destijds geen weet dat wij anders waren. Ondanks alle bekendheid en roem was hij gewoon mijn papa. Sarjo richtte in 1975 Rudisa Holding Maatschappij NV op, die inmiddels is getransformeerd tot een internationale handelsonderneming. Hij werd gezien als een van de invloedrijkste ondernemers in Suriname en in het Caribisch gebied. Dilip Sarjo werd 73 jaar oud en laat een vrouw, dochter en kleinzoon achter.